Ik heb 21 inwoners van de gemeente vanochtend bijna overvallen via de telefoon met de mededeling dat het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd. En dan vervolgens gaf ik aan om welke redenen de koning, maar lees eigenlijk en hoor eigenlijk daarin, wij als samenleving vinden dat een vrijwilliger te midden van ons die buitengewone eer ook mag ontvangen van een koninklijke onderscheiding. Want uiteindelijk is onze samenleving zonder die vrijwilliger, zonder die vrijwillige inzet, niet de samenleving zoals we die met elkaar zouden wensen. Uiteindelijk wil je de warmte in de samenleving proeven, zelfs in de tijd van corona. En daarom is het zo belangrijk dat we in Nederland een dag hebben die we Lintjesregendag noemen, waarop we juist die vrijwilliger in onze samenleving even in het centrum van alle belangstelling zetten. En ik feliciteer hen vanochtend via de telefoon, maar bij deze ook nog via dit filmpje, van harte met dit moment. En ik hoop ook zeer van harte dat zij door blijven gaan met hun belangrijke werk voor onze inwoners in Sittard-Geleen.